We hebben de ketel op stoom, ja. Je hebt vanmorgen hier de stoker zien stoken. Vanmorgen vroeg waren ze er al. Nu moet er nog druk op. Nu moet de machine nog gaan draaien. Mijn naam is Jan Reijnen. Ik ben vicevoorzitter van de stichting Baat en Borg. Ik heb 25 jaar als voorzitter aan stoomgemaal De Tuut gerestaureerd. Wij zijn hier in Appeltern. En deze plek is uitgekozen vanwege het 100-jarig jubileum van stoomgemaal De Tuut. En in overleg met de STOA hebben we dit congresje georganiseerd, omdat dit de aanleiding was. Hoe ziet erfgoed eruit? Want er is vaak wel erfgoed geïnventariseerd. Dan wordt het moeilijk en dan verdwijnt het onder in de la. Je hebt eigenlijk gewoon een man of vrouw nodig die naar de kaart trekt en daar projectleider van wil worden. En die dat binnen bestuurlijk en ambtelijk een beetje een plekje geeft. Ik hoop ook te laten zien dat waar wij nu mee bezig zijn, het traject waar wij nu in zitten bij het waterschap, dat het ook past in deze lijn, zeg maar, bij deze tijd. Als je zo'n man of vrouw niet hebt, dan is er gewoon geen tijd voor of men is met andere zaken druk. En erfgoed, ja, dat blijft wel staan. Van de voormiddag hebben we het gehad over BBO, dat is namelijk het Wet Bescherming Waterstaatswerken. Daar zijn 3 inleiders voor geweest. Dan hebben we nog even de medailles die uitgereikt zijn. Bijvoorbeeld deze meneer, ja, niet deze meneer, want dit is koning Willem II, maar de meneer die deze onderscheiding heeft ontvangen, dat is de heer Kolwijk. Ten behoeve van mensen die bij dijkdoorbraken bijzondere verdiensten gehad hebben, ook nog een klein tentoonstelling van Robin. En 's middags heb ik een aantal waterschappers gezocht in Nederland, waarvan ik wist dat ze met die zaken al in een wat verder gevorderd stadium zijn. Waterschap Drents, Overijsselse Delta, we hebben Noord-Hollands Noorderkwartier, Friesland. En de rol van Akke de Vries vanuit Heemschut. En Heemschut die probeert zich ook binnen de waterschappen op een andere manier, maar wel aandacht te vragen. Het gevoel is goed, het draagvlak is er, maar nu moeten we de motivatie verder vasthouden. En daarmee is ook onze 10 gouden regels door Robin op een leuk perkamentje getypt. En laat je collega's even nagaan, wat zijn de 10 gouden regels als we over erfgoed praten? Het is maar even een opmerking, maar we geven dan een klein cadeautje mee, maar ook als herinnering. Er staat een stempel op van Baat en Borg. Baat en Borg is opgericht om deze tent te redden van de ondergang. En toen heb ik dat stempeltje maar erop laten zetten. Ik denk, dan heb ik ook nog een net historisch aangedrukt stempel. Hang dan nou eens op en laat het je collega bij de koffieautomaat eens een keer zien. Ik hoop dat er daar misschien een aantal blijven hangen gedurende een paar weken. En dan komt er misschien nog een gedachte los van mensen die toevallig niet hier zijn. Maar die wel zeggen, ja, daar gaan we nog eens over nadenken.